Family Planning Organisatie Stichting Lobby heet voortaan Stichting Lobby Health Center. De nieuwe naam is vandaag gelanceerd in verband met het 50-jarig bestaan van Lobby. De lancering vond plaats in Hotel Torarica. Directeur Nancy Bandu presenteerde de nieuwe slogan van de stichting. Libi Wango Sontu Lobby Libi. Voorheen was dat Libi Wang Verantwoord Toe Lobby Libi. Bandu ging in op de groei van de stichting. En de ervaring in de afgelopen jaren, sinds ik heb overgenomen, heeft mij geleid met de mensen met wie ik in contact kom, of het nou mensen zijn van de huidige samenleving, of het nou internationaal of regionaal is. De mensen weten niet precies wat wij doen. En wij verkeren in de veronderstelling van, ach, men weet wel, we zijn wezens, men weet wat we allemaal doen. Dus het is hoog tijd voor ons om iets meer naar voren te treden en naar buiten te treden. En bekend te maken aan die samenleving wat we allemaal doen. Een van de dingen die wij dus dachten is van Stichting Lobby. Het heeft een bepaalde betekenis. Je mag een kind niet met het badwater weggooien. But it's time for something new. So, that's the new Stichting Lobby. Dat is onze nieuwe naam. Tijdens de receptie werden toespraken gehouden door de voorzitter van de Raad van Advies, Anand Jagisser, en Julia Terborg, voorzitter van het stichtingsbestuur. Jagisser zei dat de stichting het tot nu toe zonder steun van de overheid heeft kunnen doen. Volgens Terborg is er nog een heleboel te doen als het aankomt op de seksuele gezondheid in Suriname. Wij moedigen NGO's en de overheid aan om Stichting Lobby, die heel erg goed in de markt ligt om bepaalde diensten in relatie tot wat eerder genoemd is uit te voeren, om Stichting Lobby ook te gebruiken en in te zetten als vehikel voor het propageren van deze zaken. Als we een reis door de tijd maken met Stichting Lobby, dan zien we op verschillende momenten accentverschuivingen. Het is een beetje begonnen als een pure vorm van tienerszwangerschappen voorkomen, naar opkomen voor rechten van de vrouw en met name van meisjes, naar initiatiefnemer van de HIV toen dat opkwam in 1980, in de jaren 80, sorry. En daar is een hele campagne voor gehouden en een voortrekkersrol verricht. Dat er op het gebied van seksuele gezondheid in Suriname nog veel te voorkomen en te herstellen is, hoeft geen lang betoog. We hoeven alleen maar de dagelijkse nieuwsberichten te volgen om tot het besef te komen dat vooral jongeren, vrouwen en kinderen nog steeds blootstaan aan problemen die hun seksuele gezondheid schaden of ernstig bedreigen. Onbedoelde tienerszwangerschappen, seksueel misbruik en daaraan gerelateerde levenslange trauma's, seksueel geweld in partnerrelaties, infectie met HIV en SOA, complicaties als gevolg van een onveilige abortus, stigma en discriminatie van LGBT's en andere seksuele minderheden. Allemaal vraagstukken die in deze moderne 21ste eeuw nog steeds een optimale participatie van vrouwen en mannen in de ontwikkeling van ons land ernstig verhinderen. De voorzitter van het stichtingsbestuur, Julia Terborg, en daarvoor Anand Jagisser, voorzitter van de Raad van Advies van Lobby Health Center. De Family Planning Organisatie heeft vandaag haar 50ste verjaardag herdacht. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons woonde de receptie ook bij.